Hotel Perola heeft ook dit jaar een donatie gedaan aan Huizen Betaljara. Tijdens het Carla Melody Festival is er geld ingezameld voor de sociale instelling. Het festival is zondag afgesloten en de directie van Hotel Perola heeft gisteren de donatiebox overhandigd aan het tehuis. Perola-directeur Jan Mohamed vertelt waarom zijn hotel elk jaar ervoor kiest om Huizen Betaljara te gedenken. Het is een project van mijn vrouw eigenlijk. Ja. 8 jaar geleden was ik hier geweest om voor mijn verjaardag een donatie te doen. Dan hebben we een rondleiding gekregen van de directeur toen. En sindsdien, toen mijn vrouw dat zag, dacht ik, nee, dat kan niet, we moeten iets blijven doen. En zo heeft zij bedacht, laten we carnaval gebruiken. Want in Brazilië is het zo dat ze bij carnavaltijden aan alle zwakkere armen hulp geven. Dus dan heeft ze dat naar hier toe gebracht, als het ware. En met mij gesproken. En zo hebben we, dan zijn we begonnen met altijd bij Italiada. De telling geschiet onder toezicht van bestuursambtenaren en de directies van Huizen Betaljara en Hotel Perola. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit wat we houden in verband met carnaval. En we gebruiken de donatiebox van Betaljara. Niet gebruiken, we nemen de boxen mee om de mensen te laten doneren. En de donatie, de volledige box van Betaljara. En de sleutel die blijft hier. Het wordt opengemaakt en nu zijn ze begonnen met tellen. Jan Mohamed, directeur Hotel Perola, gisteren tijdens de telling van het ingezamelde geld voor Huizen Betaljara. De opbrengst is ruim 7000 Surinaamse dollar, wat meer dan 2000 SRD is dan het vorig jaar.